Op de erfbetredersdag in Dronten van het Nationale Proeftuin Precisie Landbouw wisselen boeren, bedrijven en onderzoekers kennis en ervaringen uit. Op deze dag toonden 18 bedrijven wat ze op het gebied van precisielandbouw in huis hebben. Hendrik Hol van Hol Spraying Systems vertelt wat zijn bedrijf in de fruitteelt inmiddels heeft bereikt. Mijn naam is Hendrik Hol en ik ben eigenaar van Hol Spraying Systems. Ik ben misschien een beetje vreemde eend in de bijt. Wij richten op de fruitteeltsector. Daar zijn we nu 10 jaar mee bezig. Nou, wat hebben we de afgelopen 10 jaar intensief gedaan? We zijn intensief bezig op het monitoren wat mijn spuitmachine doet. Wij bouwen dus boomwedspuiten. Wij zijn heel actief bezig om de flow, dus de afgifte, te meten, zodat we zeker weten dat onze doppen open zijn. Als registratieprogramma werk ik dan samen met AgroManager. Vanuit AgroManager kan ik op het moment dat ik koppel aan GPS bepaalde data overnemen, zoals bijvoorbeeld de volume wat we willen spuiten op een hectare, de plantenstand en de gewenste rijsnelheid. Dat zie je bij het middelste plaatje boven terugkomen. De rood omcirkelde data is direct uit AgroManager. Nou, dit is de schermen voor een eenrijige machine. Dit is voor een drierijige machine. Daar werken we met 6 flowmeters, bij een eenrijige met 2 flowmeters. Nou, dit is dan binnen AgroManager. Dus binnen AgroManager kunnen wij een taakkaart aanmaken. Als eerst wordt het perceel ingetekend. De bomenrijen worden ingetekend. Vervolgens het aantal bomen opgegeven. En maken wij van iedere boom 2 unieke vakjes. Doordat we met onze spuit in een rij doorrijden, behandelen we eigenlijk 2 halve bomen. En op het moment dat ik een taakkaart maak op boomniveau, kan onze spuit met PWM dus schakelen op boomniveau. Dat betekent ik kan aan-uit, maar ik kan ook de afgifte, de dosering veranderen. Plus we kunnen ook een keer de dosering veranderen in 3 hoogtes. Nou, wat gebruik ik daarvoor? Dan werken wij met, wij noemen dat HSS ISA. Dat is eigenlijk een PWM module van Romatron. Dit is mijn spuit. Dan heb ik hier denk ik wel een rode punt. Ja. Die is voorzien van onze eigen besturing met een PLC. Daarboven ligt een aparte kast voor GPS. Die is gekoppeld aan deze GPS-ontvanger van Emlyn. En daarbovenop ligt de kast van Romatron. Dan heeft de spuit 6 sensoren achterop. 3 op links, 3 op rechts. Die scannen de gewas. Op dat moment doen we daar 2 dingen mee. Ik stuur direct de PWM-dophouder aan, dus de doppen hier. Plus de data van de sensor kun ik terugregistreren naar AgroManager. En op die manier zou ik dus bij 30 behandelingen zelf een groeikaart kunnen gaan maken. En die kaart weer toepassen voor of wortelsnijden of voor bemesten of net wat we willen doen. Wat we dus ook kunnen is op het moment dat we dus beelden krijgen, dus van een drone inscannen, verwerken binnen AgroManager en daar een taakkaart van maken. En dan hier, zoals we hier kunnen zien, zeggen van ik wil in het roze gebied wil ik 70% dunnen, in het rode wil ik 80% dunnen, in het groene wil ik niet dunnen en het geel 30%. En op dat moment gaan we dus actief door middel van onze eigen spuitcomputer de Romatron module aansturen en zo de afgifte laten variëren. Nou, dit is hoe mijn spuit er dan uitziet. Dan weet ik niet of het veel moet gaan draaien. We gaan als fabrikant binnen de PPS, binnen de Proeftuin Randwijk. Het heeft 4 jaar geduurd. Daar hebben we onder andere deze spuit mee getest. Dus hier zie je hetzelfde systeem weer terugkomen. Daar heb ik nu een erkenning op gekregen dat ik in staat ben om bij 8 km per uur op boomniveau te werken. Hoe hebben we dat moeten doen? Wij hebben een veld van 1 hectare moeten behandelen op boomniveau. Wat doet deze machine dan? Ik behandel mijn object voor 120%. Dus ik ga 10 cm voor de boom aan en 10 cm na de boom uit. Op die manier weet ik zeker dat ik dus mijn object behandeld heb. Nou, nu ben ik dus bezig richting TCC, CTGB, om te kijken of ik hier een erkenning op kan krijgen. Om zo gegarandeerd plaatsspecifiek te kunnen behandelen. Dat is nog weer dezelfde machine met hetgeen wat erop zit. Dus de 3 sensoren achterop. Dit is mede hoe we die proef hebben opgesteld om eerst te bepalen of het die nauwkeurig is. Zo hebben we dus de schakeltijd bepaald. En uiteindelijk is hiervan de test gedaan.